Ik heb bezoek hier bij mij in de studio. Dag Jan Vervloed. Hela. Ja, voor een man die gisteren nog op de Gentse feesten heeft gespeeld, zie jij er behoorlijk fris uit. Ja, ik ben inderdaad pas om 9 uur in mijn bed kunnen kruipen. En op weg naar hier had ik het even moeilijk, maar ja. Ik heb een koppel energiedrankjes gedronken en dan komt dat in orde. Ik denk dat Tomorrowland wel het soort festival is waar je automatisch wakker van wordt en energie van krijgt. Dat is inderdaad zo. Straks speel je op de Bonsai Records stage. Een podium waar je zelf een uur speelt, maar ik denk dat als je daar een beetje rondhangt heel de dag, dat je verschillende nummers van jou gaat kunnen horen. Ja, inderdaad. Het bekendste is natuurlijk die Thunderball, Bonsai Channel 1. Het is eigenlijk grappig dat dat meer dan 20 jaar geleden gemaakt is, dat dat nu nog overal gedraaid wordt. En vooral dat het nu nog werkt. Dat is niet veel oude, tussen aanhalingstekens, muziek gegeven. Op dat moment zelf besef je dat natuurlijk niet. Hè. Dat is op een avond gemaakt. En met die Fioco ook. Dat is ook op één avond gemaakt. En dat wordt nu nog gedraaid. Dat is ongelooflijk. Ja, ben je op dit moment nog bezig met nieuwe muziek te maken? Ja, ik ben onlangs verhuisd en ook de studio is verhuisd. En dus ja, dat heeft een beetje tijd nodig voor mij in te werken in de nieuwe studio. Maar ik denk 2016 gaan er wel enkele nieuwe dingen komen. En wie weet zitten we dan over 20 jaar opnieuw tegenover elkaar en kunnen we het hebben over die ene dag dat je zo eens muziek hebt gemaakt. Ja, inderdaad. En zo kunnen we verder gaan. Hè. Voilà, klopt. Straks speel je dus zelf, maar ga je ook nog wat rondkijken naar andere podia? Ik ben redelijk moe, moet ik nog gaan. Ik ga eerst enkele Red Bulls drinken en dan gaat dat wel in orde komen. Ik ga ook natuurlijk, ik zie hier, er zijn zoveel stages, zoveel keuze. Het is moeilijk om het overzicht te bewaren. Ja, ik had zelfs eens te goed bekijken. Voilà, met een kleine gin tonic erbij en dan komt dat helemaal goed. Jan Vervloed, dankjewel om langs te komen. We gaan luisteren naar een van die vele retro hits van jou. Wat mij betreft misschien wel de beste, naar Aflito van Fioco gaan we luisteren. Oké. Tot de volgende. Ja, Studio Brussel. Op Tomorrowland.